De chauffeur gaat het ladderpak nu een stukje naar boven brengen. En op een bepaald moment gaat de korfbedienaar, dus de brandweerman die in de korf zit, teken doen en neemt hij de volledige besturing. Ladderwagen perfect opgesteld, het fluitsignaal is tot nu toe nog niet te horen. Wat bedoel ik daarmee? Soms moet een ladderwagen iets verder de bediening van de korf over. Voilà, en ondertussen zijn onze collega's terug naar beneden gekomen. Dit is dan steeds ook in het bijzijn van de ambulanciers. Dan gaat er zich in een fractie van een seconde een enorme hoeveelheid stoom vormen. En die stoom gaat opnieuw in een fractie van een seconde ervoor zorgen dat het vet omhoog wordt gestuurd. Met andere woorden, een grote steekvlam wordt veroorzaakt. En we gaan dat nu even laten zien. Dat was een kleintje. Maar u kunt als dit in uw keuken hier tonen. Voilà, dus we gaan nog een keer tonen wat je zeker niet mag doen. Voilà, dit is dus de grote. In het kanaal, de prachtige. Hij gaat je een boekje nemen, handdoek opnemen, vrijhouden daarop. Je gaat het doek nat maken. En uiteraard gaan we dat niet doorweekt gebruiken. We gaan dat goed uitbrengen. Je ziet, onze collega heeft of in het leger gezeten of moet hem thuis regelmatig poetsen. Je gaat het doek goed uitwringen. Dan ga je het doek voor jou nemen. Je draait je handen in het doek ter bescherming. En dan ga je op een rustige manier naar de vruchtketel gaan, leg het ook erover en laat het ook liggen. En als je het niet laat liggen, dan worden de frietjes nog eens extra aan je bakken. Je kan dan ook een tweede doek nemen, ook die om toch nog de brandweer te bellen. Je weet maar nooit of dat er toch van vuur in de dampkap getrokken is. Je belt beter een keertje te veel en een keertje te weinig. Dus nogmaals even te demonstreren. Het vochtige doek erover leggen. En dan laten we het aan jullie gebeuren. Voorzichtig erover leggen. En laten liggen, want anders gaat de vlam terug in de pan. Zijn er mensen onder jullie, en dan kijk ik voornamelijk naar de volwassenen uiteraard, die dit thuis niet, dat is ook niet de bedoeling, maar hier gaan we even goed veilig perken. Een beetje het gelaat beschermen ook, rustige ogen plaatsen en laten liggen. Voilà, een applausje voor iedereen. Ik zie dat er al een dame klaarstaat ook, dus die mag ook een mooie jas aan doen. Aan de frietketel, 10 stappen. En laten we beschermen, altijd goed in doen houden. Ja, perfect gedaan. Dat is ook, ja. Zijn er nog mensen? Frietjes om het doek rustig naar elkaar gaan. Mooi overleggen. Perfect. Goed gedaan. Dankjewel. En daar gaan we. Ik denk dat een applausje verdient voor de brandweerlieden.